Minister Gilmour Hoefdraad van Financiën heeft de ambtenaren een verhoging toegezegd. Dit is vanmorgen tijdens een gesprek tussen de bewindsman en Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisatie CLO, afgesproken. Volgens de voorzitter zullen de landsdienaren midden mei de verhoging op hun loonslip zien. We krijgen in elk geval geld. Zeker tegen 15 mei dan zitten we al met geld in onze handen. 15 mei. Ik denk dat we dan helemaal klaar zijn. U zegt 15 mei, moet ik dan aan niet met 15 mei de ambtenaren die beloofde verhoging te gaan krijgen? Moet ik dat verstaan? U praat over beloofde verhoging. Ik praat over de benadering van het gelijkheidsbeginsel dat in elk geval zover komt dat we een goede uitgangspunt hebben om verder te gaan. Hooghart zegt dat het gesprek tussen hem en Hoefdraad goed is verlopen. De benadering daarbij was nog steeds het gelijkheidsbeginsel. Daarom is er tijdens het gesprek aangegeven dat bij de toekenning van de verhoging rekening gehouden moet worden met het percentage van 111% dat de leraren hebben gehad. Wij hebben de dingen niet verdeeld in groepen. Het zijn deze adviseurs die mensen verdelen in constitutionele, strategische, noem maar wat. Iedereen is strategisch voor ons. En wij kijken ook naar de particuliere sector, want die mensen moeten ook leven. We hebben ook broers, zusters, neven en familie binnen de private sector. En die moeten ook leven. U moet toch ook leven? Dus het kan nooit zo zijn dat we die hele koek voor onszelf willen hebben. Maar dat hebben we zien gebeuren. Maar we hebben duidelijk aangegeven wat we zien. En ik moet zeggen dat we met de minister helemaal op lijn zijn. We willen alleen maar proberen het zo goed mogelijk te doen. Waardoor in feite de dollar niet springt van het ene moment op het andere moment. En de prijzen ook springen. Waardoor het volk een beetje beter kan leven. Volgens de CLO-voorzitter zal voor vrijdag nog een keer met de financiële minister gesproken worden over de loonsom van de ambtenaren. Hooghart zegt vrijdag tijdens een bijzondere assemblee van de ledenraad resultaten gepresenteerd zullen worden aan de leden.